De studiotijd. Ik zit in mijn studiootje boven op zolder en heb een apparaat geritseld waar genoeg verhalen over te vertellen zijn. Welkom bij Bart Studio. Deze aflevering van Bart Studio wil ik heel graag beginnen met een envelop vol met post die op de deurmat plofte van Prince in 1980. Kijk even. Op de buitenkant van de envelop stond informatie over iets nieuws. Een drumcomputer. En binnenin de envelop vond je een brief en erop stond geschreven, kijk naar de tweede alinea, moet je voorstellen dat je een drummer hebt die je 24 uur per dag kan bellen om je platen in te spelen. Nou, dat was dit ding. Er zit ook een plaatje bij. Dit was namelijk een drummer. Maar dan met je eigen vingers bedienbaar. Het staat erboven. Real drums at your fingertip. Beetje een ouderlijk apparaat, hè, met houten zijpaneeltjes. Maar het deed wat het deed in die tijd. En het was revolutionair. Ze werden handgebouwd door de maker Roger Lynn. En er vroeger $5000 voor. Omgerekend naar nu, nou zeker meer dan €10.000. Heel veel geld natuurlijk voor een muziekinstrument. En dat zou je dan ook niet verbazen dat er niet heel veel van verkocht zijn. Een paar honderd maar. En dat maakt hem heel erg zeldzaam. Ik had hem graag voor mijn neus gezet om dit verhaal te vertellen. Maar hij was in Nederland simpelweg niet te vinden. De opvolger, die wel, die kwam in 1983, een paar jaar later. De Lindrum, die ga ik je zo meteen laten horen. Maar die LM1, die is echt knetter zeldzaam. Prince kocht hem wel. Die heeft hem jaren in zijn studio gehad en gebruikte in een heleboel hits van hem. En zo klonk hij. Een van de hits die ermee gemaakt heeft is 1999. Deze. En dat was niet de enige. Ook When Doves Cry werd gemaakt met exact hetzelfde ding. En een tempootje hoger. Je hoort hem sneller gaan. Hij zat ook in Let's Go Crazy. Oké, hij was prijzig. Dan kan je maar beter heel veel gebruiken, toch? Dan is hij boekhoudtechnisch in ieder geval afgeschreven. Het mooie van zowel de Lin LM1 als de Lin Drum is dat er echte akoestische drumgeluiden in zitten. Er is gewoon een drummer begin jaren 80 die heeft die losse componenten opgenomen. Die hebben ze hierin gepropt en die kun je dus nu ook weer oproepen. Je hoort hier de kickdrum die met je voet bestuurt. De snare drum. Je hebt hier de side stick. Weet je wel, het moment dat je aan de zijkant van je snare drum tikt. Je hebt de hi-hat hier zitten, de toms. De backends. En natuurlijk, I gotta have more cowbell. De koebel. Nou, dat is leuk en aardig dat ik hier verschillende geluidjes kan afspelen. Maar het wordt pas echt leuk als je er een ritme mee kan spelen. Ik heb deze gemaakt. En die zou je bekend voor kunnen komen van Aha. En dat drumritme breng ik nu wat omlaag in snelheid. 131 beats per minute. En dan deze. Kom je misschien wel bekend voor, toch? Zeker als ik deze kies. Even kijken, dat einde ervan. Blue Monday. New Order. Die drumritme mag in hetzelfde tempo blijven, maar dan kies ik even voor deze. Ja, hoe jaren 80 wil je het hebben? Dit kan er natuurlijk maar eentje zijn. Dead or Alive. Deze heb ik eigenlijk nooit helemaal goed begrepen. Dit liedje is van Don Henley, drummer en zanger van The Eagles. En die heeft eigenlijk door de drumcomputer te gebruiken wel een beetje zichzelf en zijn vakgenoten voor lul gezet, toch? Boys of Summer. En dan heb ik nog één voorbeeldje voor je. Dat is wel echt een hele leuke en ongelooflijk jaren 80. Ik moet het tempo behoorlijk omlaag brengen, want het is toch wel een hele mooie ballad. Deze. Ik zou het knap vinden als je hem nu al weet. Maar als ik dit laat horen, dan gaat het al stukken meer dagen, denk ik. Vooral het let op de fill die erin zit. Natuurlijk is het. En met dit soort voorbeelden kan ik nog heel lang doorgaan. Bruce Hornsby, Steve Winwood, de Human League, Queen. Ze gebruikten allemaal dan wel de Lin M1 of de Lin Drum. Alle voorbeelden staan in de Spotify playlist. Dankjewel voor het kijken naar Bart Studio. Graag tot de volgende. That's